Kijk eens aan, hier wordt gewerkt. Omhoog. Oh, ook weer naar beneden toe. Ah, in beide gevallen is er arbeid nodig. En daar gaan we het over hebben. Er staat een kracht die arbeid verricht. In dit geval hier de hijskracht of spankracht van de takel. Het hangt wel af van hoeveel moet je ophijsen, hoeveel arbeid hij verricht. Ja, een kleine last of een grote last, dat scheelt nog wel eventjes. En waarin scheelt dat? Dat is natuurlijk de kracht, de zwaartekracht, ja, en de spankracht. De spankracht moet de zwaartekracht opheffen. Oftewel, kracht is van belang hoeveel arbeid je verricht. Er is nog iets anders. Kijk, hij moet omhoog worden gehezen en dat kan natuurlijk helemaal omhoog of halverwege. Ook dan heb je natuurlijk verschil in arbeid. Halverwege, dan hoef je maar de helft van de arbeid te verrichten. En dat is de verplaatsing. En verplaatsing geef aan met de letter S. Kortom, arbeid. Wat is arbeid? Nou, eerst even symbool, hoofdletter W van work. En je kunt arbeid berekenen met arbeid is F mal S. Nou, kracht en verplaatsing zijn beiden van belang voor de arbeid. Nou, de eenheid kun je dan ook meteen zien. Kracht maal verplaatsing, dus newton maal meter. Of je mag ook daarvoor joule gebruiken. Newton meter is hetzelfde als joules. Ja, newton meter wordt meestal bij arbeid gebruikt. Joules meestal bij energie. Belangrijk hierbij is dat de kracht wel constant moet zijn. Want ja, anders, ja, wat moet je anders invullen als die constant is? En de kracht en de verplaatsing zijn in dezelfde richting. En dat is natuurlijk niet altijd zo. Wat als F en S niet dezelfde richting hebben? Nou, in dit geval hier is duidelijk dat de kracht hier zeker niet dezelfde richting heeft als S. Nou, F en S zijn getekend, dus kan de rest even weg en dan zie je dat er een hoek zit tussen F en S. En wat je nu doet is dat je F ontbindt in richting van S. Want nu heb je dus de kracht zo verwerkt dat je wel weer in de richting van S is. Het ontbinden van de kracht. Natuurlijk heb je ook nog een ander component, loodrecht op S. De arbeid nu, F mal S, waarbij F in de richting van S is, is dus Fx mal S. Of F mal S mal cosinus alpha. Heeft Fi ook hier nog een rol in? Wat is de arbeid die door Fi wordt verricht? Die is er niet. Die is nul. Want hoeveel verplaatst het spul in de i-richting? Helemaal niet. Dus de arbeid is nul als je loodrecht op S staat. Kortom, er geldt altijd arbeid is F mal S mal cosinus alpha. En hierdoor is het meteen duidelijk dat als alpha 90 is, als je loodrecht op beweging staat, dan is er geen arbeid. We komen zo meteen nog even op terug. Even een voorbeeldje. Sneeuwpret. Hopen dat het weer kan. Sneeuwpret komt natuurlijk. Waarom? Nou, omdat er sneeuw is, maar ook omdat er zwaartekracht is. Want daardoor glijd je natuurlijk naar beneden toe. Nou, even een paar gegevens. De massa is 40,0 kilogram en er is ook wrijving van 150 newton. En de vraag is, als je naar beneden glijdt, hoe groot is dan de arbeid die de zwaartekracht heeft verricht? Nou, de slee en alles is natuurlijk leuk, maar dit is, nou leuker niet, maar wel makkelijker. Massa 40 kilogram, wrijving 150 newton, gevraagd arbeid en dat is F mal S. En in dit geval hier is F de zwaartekracht. Zwaartekracht kun je natuurlijk berekenen, want de zwaartekracht is M keer G. Oftewel, hier staat hij al, 392 newton, loodrecht naar beneden toe. En loodrecht naar beneden toe, dat betekent dus dat die afgelegde weg, dat die eigenlijk ook loodrecht naar beneden moet gaan. En hoeveel gaat die loodrecht naar beneden toe? Dat is die 5 meter. Dus de arbeid door de zwaartekracht is zwaartekracht 392 maal verplaatsing in de richting van de zwaartekracht. En dan kom je op 1,96 kilonewtonmeters. En dat is belangrijk. Als er arbeid wordt verricht door de zwaartekracht, is alleen van belang
de loodrechte hoogte, alleen de verplaatsing in de richting van de kracht hoef je mee te tellen. In dit geval hier twee balletjes. Ja, en als die naar beneden gaat, zo, dan is de arbeid verricht door de zwaartekracht links en rechts precies gelijk. De arbeid door de zwaartekracht heeft alleen te maken met de hoogte, de loodrechte hoogte. Het maakt niks uit dat hij een beetje heen en weer zwabberde. Het gaat om de loodrechte hoogte. Nu is bij het voorbeeld nog de wrijving. En verricht de wrijving ook arbeid? Nou, de wrijving is altijd tegengesteld aan de verplaatsing. Dus dat is scheef omhoog. En arbeid is F keer S. Hoe groot is hier S? Nou, dat is deze afstand. Ja. En hoe groot is die afstand? Nou, even een driehoekje tekenen. En dan zie je dus dat je de 30 graden hebt en je hebt de rechtoverstaande rechthoekzijde. En dat betekent dus dat je kunt werken met de sinus. Ja, even invullen. En dan zie je dus dat S is 10 meter. Kortom, verplaatsing is 10 meter, kracht is 150 newton, maar het moet wel min 10 meter wezen, want S en FW zijn echt tegenovergesteld. Ja, ze hebben dus ja, wel dezelfde richting, maar wel net de andere kant op. Vandaar dus een min 10. En invullen, dan krijg je dus dat de arbeid is min 1,5 kilonewtonmeters. Je hebt dus hier een negatieve arbeid. En dat is altijd zo met wrijving. Wrijving heb je altijd dat die negatieve arbeid verricht. Even een paar zaken bij elkaar. Je hebt de situatie dat kracht en verplaatsing in dezelfde richting kunnen zijn. Ja, dan is de arbeid F mal S. Ja, hier is een mooi voorbeeldje. Ja, de stuwkracht bij een auto. Mooi in dezelfde richting. Je kunt ook hebben dat F en S tegengesteld zijn. Tegengesteld, dan is het nog steeds F mal S, maar er is een minteken voor. Voorbeeld is de wrijving. De wrijving is altijd negatief. En je kunt ook hebben dat F en S loodrecht op elkaar staan. En dan is de arbeid nul. Voorbeeld hierbij is de zwaartekracht op de auto. Ja, de zwaartekracht verricht geen arbeid. Deze drie formules die kun je ook krijgen met deze uitdrukking. Ja, arbeid is F mal S mal cosinus alpha. Want als ze dezelfde richting hebben, dan is de hoek alpha 0. Nou, cosinus 0 is 1, dus komt er staan arbeid is F mal S. Als ze tegengesteld zijn, dan is de hoek 180 graden. Cosinus 180 is min 1, oftewel, er komt in de staat te staan min F keer S. En als ze loodrecht op elkaar staan, is de hoek 90 graden en de cosinus van 90 is 0. Oftewel, arbeid is dan altijd 0. Je zult heel vaak een van deze drie tegenkomen, maar natuurlijk alles wat ertussen ligt kun je met deze gaan oplossen. Even een balletje omhoog gooien. Ja, oké, daar gaat hij. Joep. Oh, dat gaat vlot. Vraag is, hoeveel arbeid heeft de zwaartekracht hier verricht? Denk gewoon even na. Ja, druk even op pauze. Denk na. Nou, we kijken eerst als je omhoog gaat. Zo, stop even. Oké, goed. Hij gaat omhoog. Dat betekent dus dat de verplaatsing omhoog is. De zwaartekracht, ja, die is naar beneden toe. Dus de arbeid hier, ja, zijn tegengesteld, dus arbeid is hier negatief. Hoe groot weet ik niet, maar in ieder geval wel negatief. Oké, daarna gaat hij naar beneden toe. Zo. Wat er dan gebeurt is dat de verplaatsing naar beneden toe is. En dan zie je dus dat S en F dezelfde kant op gaan. Oftewel hier, ja, dezelfde richting, dus de arbeid is positief. En die twee heffen elkaar precies op. Totaal is er dus geen arbeid. Je kunt natuurlijk ook zeggen van, ja, want er is ook geen verplaatsing. Die bal, ja, voor en na de tijd, is op precies dezelfde plek. Nou, nog iets. Er is misschien wel luchtwrijving. Ja? Is die ook nul? Nou, weer even kijken.
Ja, even denken natuurlijk. We gaan hem eerst weer omhoog doen. Zo, oké, ho. Ja. Nou, verplaatsing is omhoog en wrijving, ja, is tegengesteld aan S, dus die kant op. Oftewel, de arbeid is weer negatief. Maar als je naar beneden gaat, dan keert S om, maar de wrijving ook. Want de wrijving is altijd tegengesteld aan S. Dus hij blijft altijd kleiner dan 0. Kortom, in ieder geval geen 0, maar het is negatief. Ja, hoe groot hij is, ja, dan moest ik inderdaad wel weten hoe groot de arbeid, of hoe groot de wrijvingskracht is, maar is in ieder geval geen 0. Ja, oké. Hey. Wat is dat nou weer? Arbeid, werk. Oh nee, er gebeurt iets anders. Ja, ik geloof dat het einde is. Bedankt voor het luisteren. Tot ziens.